Ja, het is bekend. Ik behoor niet tot de gelovigen onder ons. Nee. Maar stel je nou voor. Stel je voor dat er een hiernamaals zou zijn. Hè? Of een hemel. Of een paradijs. Of weet ik veel hoe je het noemen wil. Dan, in mijn belevingen, dan ziet zoiets er zo uit. Kijk hier nou even met me mee. Hier. Ergens hier in het noorden van Italië. Ja. Dit. Zo stel ik me dat voor. En dan staat die Petrus, hè. Ja, want die figuur is er dan. Waarom weet ik ook niet. Maar Petrus, die staat dan zo'n beetje op de plek waar ik sta. Bij het begin van het hiernamaals, het paradijs. Vrienden, hier. En dan zegt Petrus tegen dat soort mensen. Die komen aan hier dan, hè. Ja. En die zeggen ook allemaal, oh, wauw. Dat ziet er goed uit, zeg. Ja. En hij zegt tegen zo'n gozer. Goh, je bent er vroeg bij, zeg. Goh, waarom ben je zo snel van de wereld afgegaan? Waarom heb je zo snel afscheid genomen? Ja, je had toch nog even rustig kunnen wachten, man. En dan komt er een mevrouw. Hé, mevrouw, hé. Hey, hoe is het met u? Ja. U hebt het lang volgehouden, hè? Ja. Uw man zei van de week nog. Goh, waar blijft ze? Ja, uw man zit. Kijk, uw man zit. Er moet even rechtdoor hier naar beneden. En dan nog even door die wijngaarden heen. En daar zit hij te wachten op u. Al een jaartje of 30. En als je nog heel veel verder loopt, je wil al heel strak recht over, rechtdoor tot aan de horizon over die heuvels. En daar zit dan ergens de Heer op jullie te wachten. Nou, vrienden. Ha! Je zal toch maar een gelovige zijn. Dus jullie gelovigen onder ons. Hè? Ha! Kijk eens wat jullie te wachten staat.